Welkom bij Meer voor Heidi is creatief. In deze aflevering laat ze zien hoe je een papieren ster kunt maken. De ster kun je in allerhande kleuren maken. Deze is helemaal bont. Maar je kunt ook een thema doen als carnaval, rood, geel, groen of wit voor de kerst. Wat hebben we nodig? Vouwblaadjes. Vierkante blaadjes in ieder geval. Deze zijn 16 bij 16. Een schaartje. En wat lijm. Niet wat. Dat zijn gewoon vouwblaadjes. In dit geval maak ik de bonte ster. En dan heb ik dus 6 blaadjes nodig. En ik kies dus in dit geval voor 6 verschillende kleuren. Wat ik denk dat duidelijker is om uitleg te geven. 6. Ja. Pak ik het eerste blaadje. Deze vouw ik diagonaal door. Zodat er een driehoek ontstaat. En die driehoek vouw ik nogmaals in door midden, zodat er weer een kleinere driehoek ontstaat. Hoe mooier je vouwt, hoe mooier het resultaat wordt. Dan heb ik die driehoek. Dan pak ik mijn schaar erbij. Dan ga ik daar ook zo knippen. Met de lange zijde door mee. Dus niet met die twee korte die haak zijn, maar met de lange zijde aan die kant ga ik mee knippen. En dan doe ik dan 3 inknippingen doen. Parallel. En even breed ongeveer. Dan knip ik naar de andere kant. Maar ik knip niet helemaal tot het einde. Het laatste stukje. Laat ik eraan zitten. En dat doe ik ook bij de tweede. Ongeveer dezelfde breedte. Je kunt er natuurlijk uitmeten met een lineaal. Maar ik durf dat wel uit de hand. Ongeveer hetzelfde ziet er mooist uit. En niemand die dat na gaat meten. Dus we hebben dan een driehoek die aan één kant vast zit. Aan de andere kant hebben we 4 losse strookjes. Doordat we dat 3 keer ingeknipt hebben. Dan maak ik het driehoek weer, of het vierkantje weer open. Dan moet je eventjes hem oplaten. Yep. Zo. Aan de andere kant ziet er hetzelfde uit. Dan gaan we beginnen van het midden uit. Daar pak ik wat lijm voor. We gaan dus daar het midden, die 2 middelste flapjes zeg maar, die ga ik dadelijk zo aan elkaar plakken, over elkaar heen. Moet ik eerst wat lijm aanbrengen. Hier geldt weer, niet meer lijm dan nodig is. Dun laagje werkt vaak beter als dikke klodders. En anders moet je veel langer vasthouden. Dan is bij die kleinste toch wel dus dat je hem vast moet houden. En mocht je vinger nou te klein zijn, dan kun je daar een potlood tussen steken. Dan draai ik het om als het vast zit. En pak vanuit midden weer de volgende 2. En plak die dus ook zo weer dadelijk aan elkaar. Lijm aanbrengen. Niet te dik. En dan plak ik de andere kant er weer tegenaan. Een beetje laten drogen. Lichaamswarmte versnelt alleen maar. Draai ik hem weer om. En wederom van binnen de volgende 2 flapjes. En we plakken ze weer tegen elkaar. Als die kant ook weer droog is, draai ik hem nog als laatste maal om. En ook die laatste plakken we tegen elkaar aan, op de wijze zoals we die voor ook gedaan hebben. Nou, eerste klaar. De andere kant ziet er precies hetzelfde uit. Om en om. De boogjes. Nou. Kan die aan de kant. Dan kunnen we met de volgende beginnen. Dus gewoon eerst weer dubbel vouwen. En dan nogmaals dubbel vouwen. Aan de lange zijde. Langs afknippen. Of afknippen niet, doorknippen. Voorzichtig open vouwen. En de binnenste flapjes
aan elkaar plakken. Het is versneld, snap jullie wel? Wat duurt zo lang. En de volgende. Doorknippen. Openmaken. En van binnenuit begint te plakken. Omdraaien. Weer omdraaien. En de laatste keer omdraaien. En ook de hele is dan zover klaar. Heel erg moeilijk is het niet. En heel veel heb je er niet voor nodig. En je hebt toch een best mooi resultaat op het eind. Nou, de laatste dan, de roze. In de tussentijd zul je het principe wel begrepen hebben. Hoe alle stukjes in elkaar geplakt moeten worden. Nou, dat was dan de roze. Dan de rode. Oranje, de groene, puntje opschuiven, nu in beeld de gele en uiteindelijk een blauwe. Die zien er dus allemaal hetzelfde uit. Kijken, zo. Dan zie je ze allemaal in het midden. Dan pak ik eventjes dat driet dus uit. En die gaan we dan wel als eerst aan elkaar maken, dus met drie tegelijk. Kijk eventjes dat de binnenste allemaal hetzelfde liggen, dan liggen ook de buitenste bogen allemaal hetzelfde kant op. Geeft het mooiste resultaat, het geeft de mooiste verdeling, anders krijg je dadelijk daar als je wat opener en daar als je wat dichter. Ik breng wat lijm aan de onderkant en plak die gelijk op de rode. Dus dat die op elkaar komen te liggen zoals het hoort. Op elkaar, eventjes wachten tot dat goed vast zit, want dat geeft natuurlijk wat ze willen uit elkaar. Dus dan moeten we even vasthouden. Dan breng ik op de rode wat aan en op die oranje komt er ook weer precies op te liggen. Goed vasthouden, lichaamswarmte. En dan ziet het er dus zo uit. Als die aan elkaar zitten, dan kun je de stukken zelf ook aan elkaar op de kruising door lijm aanbrengen en plakken de andere er precies tegenaan. Ook netjes doen. Ook weer even vasthouden. Tot die vast zit. Dan kunnen we dat ook hetzelfde doen bij de rode en de roze. Op die waar ik ze al eerder op elkaar geplakt heb, breng ik weer wat lijm aan en plak ik de andere helft er ook weer netjes tegenaan. Dan zijn deze drie zover klaar. En dan gaan de andere drie precies hetzelfde doen. Dus de blauw, de gele en de groene. Zorgen dat ze goed liggen. En dan aan elkaar plakken. Netjes op elkaar. En de blauwe er ook tegenaan. De hoeken vastplakken. Netjes. Zodat we ook daar drie van dezelfde hebben. Dus nu hebben we de rood, geel en of de groene, de gele, de blauwe en de oranje, de rode en de roze. Die komen dan dadelijk zo tegen elkaar te zitten. Zorg dus dat weer dat de binnenste hetzelfde eruit ziet. Dezelfde kant op liggen. Dan gaan we lijm aanbrengen op die onderste punt en die plakken we dan tegen die andere onderste punt aan.
Zo, en dan leggen we die dus tegen elkaar aan. En dat mag best een centimeter, anderhalf tot twee, overlappen. Probeer het recht te houden, zodat je ster ook recht is en blijft. Dus op die vouwlijn kun je daar je puntje naar de vouwlijn brengen, wijzen. En dat die vouwlijn die erin zit, doorloopt. Zo goed tegen elkaar aan zitten. Dan moet de roze nog tegen de blauwe. En nog eens tegen de gele. Breng de lijm aan en plakken ze weer, net zoals we net gedaan hebben, tegen elkaar. We zijn bijna klaar, de laatste nog aan elkaar plakken. Zo. Ja, die een beetje scheef. Probeer het recht te houden. Dan wordt je ster ook recht. Als buigt hij naar boven of naar onder. En als het goed aan elkaar zit. Dan is je ster in principe klaar. Kun je ergens een touwtje aan maken, kun je hem ophangen. Even uitzoomen, dan hebben we hem helemaal in beeld. Een kleurrijke ster. Een ster voor de carnaval, rood, geel en groen. Je hebt er dus twee van dezelfde kleur voor gebruikt. Twee rode, twee gele en twee groene. Of een witte voor kerst. Die bestaat helemaal wit. Dan zijn er zes witte laadjes. En misschien valt het al op dat deze iets kleiner is dan de andere. Daar heb ik gewoon de telefoon notitieblokje voor gebruikt. Die velletjes zijn ook vierkant. En omdat die velletjes kleiner zijn, ja, wordt de ster ook kleiner. Dus je kunt, als je een velletje hebt, ongeveer nameten. Zo ongeveer. Hoe groot je ster gaat worden uiteindelijk. Want het is gewoon de diagonaal. Die zit er twee keer in. Met de overlap in het midden dan dat is uitgelaten. Dan weet je ongeveer hoe groot je ster wordt als je een vierkantje hebt. Als je hem dus maar vierkant is. Want dan zijn de vouwblaadjes dus ook vierkant. 16 bij 16, dat kun je niet zien natuurlijk. Die zijn 16 bij 16.